Dit is Voorpost Nieuwsflits. Korte berichten over acties en vraagstukken binnen onze beweging. Welkom op de tweede Nieuwsflits van Voorpost. Vandaag gaan we het hebben over de vluchtelingencrisis en de acties die Voorpost hieromtrent voert. Het thema Maak plaats voor Europese vluchtelingen komt meer en meer aan bod. Maar waarom deze slogan? Hier voor mij zit de nationaal voorzitter van Voorpost, Bart van Pachtenbeke, die hierover meer duidelijkheid zal scheppen. Goedenavond, Bart. Voorpost had laatst een actie aan een asielzoekerscentrum, een AZC, in Sint-Lorijns en recent nog aan verschillende andere AZC's in de Westhoek. Waarom hebben jullie daar actie gevoerd? Wel, in het geval van Sint-Lorijns was dit om gevolg te geven op eerdere terechte acties van de inwoners en van het Vlaams Belang. De inplanting van een AZC in dit dorp is totaal buiten proportie. In een dorp van 2000 inwoners wil men 240 asielzoekers huisvesten in een historisch godshuis, wat uiteraard totale waanzin is. Zeker omdat men weet dat de import van gelukszoekers in het verleden al voor zoveel problemen heeft gezorgd. En dat brengt ons eigenlijk direct naar de acties in de Westhoek, waar de broeihaard van problemen ligt wat betreft problemen met die illegalen. De Westhoek is, zoals we weten, een transitzone wat betreft mensenhandel, kijk naar de jungle van Calais, en de problemen die zich daar voordeden in de ruime omgeving. Sinds de asielinvasie van 2015 schoten AZC's als paddenstoelen uit de grond en we hebben meermaals kunnen vaststellen dat er problemen ontstonden in en rond die AZC's. En dat er zelfs illegale kampen werden opgericht, een ware chaos en een ultiem bewijs dat onze politiek deze invasie niet aankan. We hoeven het ook niet aan te kunnen. Vermijd deze onmenselijke waanzin en zorg voor gecontroleerde grenzen en zorg voor opvang in eigen regio. In en rond die AZC's ontstaat er dan nog eens een race aan problemen en overlast zoals brandstichtingen, diefstallen, vetes uit het thuisfront die worden uitgevochten met zelfs doden tot gevolg en ga zo maar door. De waanzin voorbij. En daarom trokken wij met Voorpost regelmatig op pad om de import van al die ellende aan te kaarten. Wij zijn voor een opvang in eigen regio en gelukszoekers van duizenden kilometers hier vandaan moeten zich hier niet komen settelen in een land waar de waarden, normen en cultuur haaks staan op die van hun. Opvang in eigen regio is veel humaner en illegaliteit moet hard aangepakt worden. Dat is trouwens vastgelegd in het verdrag van Dublin. Daar is eigenlijk niets raars of extreem aan. Er is hier geen plaats voor gelukszoekers die 7 à 8 landen doorkruisen. Dat zijn illegale punt. Criminelen zelfs. Oké, stevig standpunt. Beetje vreemd misschien, want bij jullie laatste actie voerden jullie actie onder de slogan Maak plaats voor Europese vluchtelingen. Zijn jullie dan opeens wel pro-opvang van vluchtelingen of voor de open grenzen? Hoe moeten we dat zien? Wel ja, uiteraard zijn wij niet plots pro-open grenzen. Hè. We zijn absoluut geen voorstander om het opvangnet te zijn van heel die wereld. Deze slogan versterkt eigenlijk gewoon een basisbegrip en dat is dat opvang in eigen regio een evidentie is. Zo ook nu dat er een broederoorlog, die trouwens te betreuren valt, op ons Europees grondgebied bezig is. Maar dit basisbegrip gaat uiteraard veel verder dan oorlog alleen. Neem bijvoorbeeld de overstromingen in Wallonië. Er ontstond een enorme solidariteit vanuit de burgers om onze buren te gaan helpen, en ze hoort het, maar het toont ook onmiddellijk aan dat ons systeem, dus deze wanstaat, niet in staat is om vlug in te spelen op dergelijke rampen en tegelijk wel razendsnel enorme geldverslindende campagnes op poten zet, omdat het internationale instanties aanbelangt. En ondertussen blijft het gewone volk, dus in dat geval dan de Walen in de kou staan. En dat is schandalig. Dus het gaat veel verder dan Oekraïne. Wat betreft Wallonië heeft Voorpost in de mate van het mogelijke hulp aangeboden, maar de overheid ziet hier ruimte kort om verdere professionele hulp te bieden aan deze mensen. En dat kan bijvoorbeeld door plaats te maken in die AZC's, zodat die mensen op zijn minst een onderdak hebben, een bed, bad en brood,
en dat er een immigratiepolitiek moet ingevoerd worden voor die illegalen. En alles wat eigenlijk hier niet thuis hoort. En uiteraard dienen deze AZC's ook voor Europese oorlogsvluchtelingen, waarbij we terugkomen op het puntje wat betreft Oekraïne. De slogan "Maak plaats voor Europese vluchtelingen" gaat uiteraard verder dan Oekraïne alleen, zoals ik net zei. Stel dat burgers, dus vrouwen, kinderen, bejaarden uit bijvoorbeeld Polen, Estland, Litouwen en andere nabijgelegen Europese landen in de problemen geraken door die oorlog en op de vlucht moeten slaan, dan lijkt het mij evident dat er hulp wordt geboden aan deze Europeanen. Wij kiezen als volksnationalist nog voor Rusland, nog voor de EU, en al zeker niet voor de NAVO in zijn huidige vorm. Wij kiezen voor het volk, voor Europa, voor ons continent. En om nog een ander puntje aan te halen, kijk bijvoorbeeld naar die Corsicaanse autonomiestrijd die nu brandend actueel is, en waarbij hevige rellen zijn uitgebroken door de mishandeling van een Corsicaanse nationalist in de Franse gevangenis. Stel dat dit escaleert en er een ware burgeroorlog ontstaat en vrouwen, kinderen en bejaarden in veiligheid moeten gebracht worden, dan lijkt het mij een evident dat in dit geval ook plaats wordt gemaakt voor die Europese vluchtelingen, dus zijn het dan de Corsicanen. Maar wat nu eigenlijk gebeurt, is dat er naast die bestaande AZC's nog meer plaatsen worden gecreëerd voor vluchtelingen. En dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. En dit kost ons handenvol geld die we kunnen gebruiken voor het eigen volk. De slogan "Maak plaats voor Europese vluchtelingen" houdt in dat er plaats moet worden gemaakt voor mensen die het echt nodig hebben en dat al die gelukszoekers het land uit moeten en er plaats moet gemaakt worden voor Europese vluchtelingen die tijdelijk een onderdak nodig hebben. Oké, maar wat dan met onze grenzen? Want jullie stonden lang geleden te roepen, wij zijn het moe, grenzen toe. Moeten die dan opeens weer open? Gewoon omdat het rommelt in Europa? Nee, zeker niet. Dus wij zijn uiteraard nog altijd voor gecontroleerde grenzen. Dat is iets waar wij altijd al voor gepleit hebben en we zullen dat blijven doen. Nu zeker ook omdat er vastgesteld wordt dat er bij die gelukszoekers, dat er gelukszoekers en mensensmokkelaars misbruik maken van die vluchtelingenstroom uit bijvoorbeeld Oekraïne. Dus uit Franse cijfers blijkt dat 1 op de 3 vluchtelingen die via Oekraïne naar Frankrijk komen, niet de Oekraïnse nationaliteit heeft. Velen onder hun hebben de Algerijnse en Marokkaanse nationaliteit en die horen hier niet klaar. En dat kan men enkel tegenhouden door die gecontroleerde grenzen. En diegenen die hier niet horen, moeten het land uitgeknikkerd worden. Oké, u spreekt over hulp van andere volkeren, dat begrijp ik ondertussen. Maar laten we dan ons eigen volk niet te veel in de kou staan. Wat met de Vlaming, de Nederlander? Ja, het lijkt mij uiteraard evident dat ons eigen volk op de eerste plaats komt. En ik denk dat Voorpost daar niets over te verwijten valt. In de mate van het mogelijke en met de middelen die wij hebben, schieten wij constant te hulp voor ons eigen volk. Kijk maar naar ons solidariteitsproject Huizen van Vlaamse Solidariteit hier in Vlaanderen en in Nederland Een Hart voor Eigen Volk. Dus jaarlijks verdelen wij honderden voedselpakketten aan het eigen volk die het moeilijk heeft. En verder hebben wij nog hulpploegen die de mensen helpen bij bijvoorbeeld overstromingen, brand of andere schade, of helpen wij wanneer iemand noodgedwongen moet verhuizen en hier zelf niet kan voor instaan. In extreme gevallen hebben wij zelfs al mensen onderdak geboden. Dus wat dat betreft lijkt het mij evident, eigen volk eerst. Het feit dat dit project zelfs bestaat, toont aan dat deze wanstaat nogmaals niet in staat is om voor zijn eigen volk te zorgen. En hoe het over zijn eigen volk denkt zelfs. Hun solidariteit beperkt zich door hypocriete campagnes op poten te zetten, samen met tal van NGO's waar enorm veel geld blijft kleven aan betaald personeel. Daarom geven wij het goede voorbeeld en werken wij enkel en alleen met vrijwilligers die met een hart voor eigen volk zich inzetten voor de zwakkeren in onze maatschappij. Ja, dat zijn hele knappe projecten waar u over spreekt. Klinkt ook als heel wat werk, vooral omdat dit volledig op vrijwilligers draait natuurlijk. Mensen die daarnaast ook nog elke dag gaan werken. Ik vraag mij af, is er dan nog plaats voor andere hulp? Hebben we eigenlijk al niet onze handen vol met ons eigen volk? Ja, zoals ik net aangaf, is het evident dat men eerst het eigen volk helpt en dat men dan bekijkt welke hulp er nog kan geboden worden aan andere Europese volkeren. En aan zich kunnen wij
dit aan wat betreft tijdelijke opvang, maar niet op de manier zoals de overheid het nu voorstelt. Er moet kuis gehouden worden in die bestaande AZC's en geen extra plaatsen gecreëerd worden of leeflonen uitdelen en noem maar op. Onze staatskas dient voor het eigen volk. Het eigen volk betaalt hier belastingen voor dat opvangnet en daar heeft het logischerwijs ook recht op. Er is een bepaald percentage dat we uiteraard kunnen spenderen aan solidariteit aan andere volkeren, maar binnen de huidige situatie is dit niet in verhouding. Er blijven te veel mensen van het eigen volk in die kou staan. Oké, en daarvoor springen jullie dan in de bres. Vind ik heel knap. Mag ik nog even terugkeren naar de situatie Oekraïne? Ik lees op sociale media dat heel veel mensen Oekraïne eigenlijk niet zien als een Europees land. Van waar denkt u dat die stelling komt? Ik vind dat eigenlijk een beetje een rare stelling, maar waarschijnlijk komt die stelling omdat er verwarring ontstaat tussen enerzijds de EU, dus zijnde het bureaucratisch systeem, en anderzijds het Europees continent, dus Europa. Mm-hmm. En deze zijn niet met elkaar te vergelijken. Zoals ik eerder aanhaalde, Voorpost kiest niet voor de EU, maar voor Europa. Voor een Europa der volkeren, waarin elk volk op eigen benen staat in het land dat het zijne is. Kijk naar de Catalanen, kijk naar de Corsicanen, kijk naar de Basken, de Ieren, de Bretonen, de Vlamingen, de Schotten, en ga zo maar door. Een Europa der volkeren. En dat is net tegen de EU, waarbij dat bureaucratisch systeem dat mooie lappendeken van de kaart wil vegen en wil omvormen tot een wansmakelijke eenheidsworst. Dat mooie lappendeken waarbij elk volk met al zijn eigen tradities, gebruiken en cultuur zich ten volle kan ontplooien. Het Europees continent is op dat vlak uniek in de wereld en kent een eeuwenoude geschiedenis die steeds een hoofdrol heeft gespeeld. En het zou het schande zijn mochten wij dit van de kaart laten vegen door cultuur-marxistische bureaucraten. Oké, lijkt me een heel duidelijke uitleg bij de vraag. Dank je wel daarvoor. Misschien nog een laatste vraagje om af te sluiten. Tipje van de sluier, wat is jullie volgende actie? Ja, uiteraard kunnen wij niet bij elke actie in onze kaarten laten kijken, maar we hebben sowieso iets in petto, omdat Erdogan de toetreding van Turkije tot de EU wil herlanceren. Dus sowieso controleer de sociale media, platformen en het nieuws en noem maar op. En verder hebben wij uiteraard onze bevlaggingsactie binnenkort tijdens de Ronde van Vlaanderen, waarbij miljoenen mensen over gans de wereld onze mooie leeuwenvlaggen kunnen bewonderen op de beeldbuis. En verder hebben wij dan nog een paar culturele uitjes naar onder andere Frans-Vlaanderen, waarbij wij stilstaan bij de Slag van de Penen. Dan eentje naar het Nederlandse Delft en ook naar Dendermonde, waarbij in Vlaanderen de jaarlijkse Rosbeertomgang doorgaat. Kortom, eigenlijk voor ieder wat wils. Dus actie, vorming en kameraadschap, dat zijn onze drie pijlers bij Voorpost. En voor wie interesse heeft, kan uiteraard altijd lid worden.